ik ben 3 punten kwijt. Hé, hey, doe even normaal. Even loslaten. Ja? En dan een stapje terug. Ik vind het helemaal niet prettig. Ja, dat is dan jammer. Ik vind het niet prettig hoe jij gefloten hebt. Nee, jullie zijn vandaag te gast bij de workshop Beïnvloedingsfactoren en omgaan met weerstanden. Het is voor heel veel bondscheidsrechters de laatste workshop van een opleiding die ze volgen. Wat de deelnemers vanavond gaan leren is dat ze onder stress en spanning komen te staan. We gaan ze ook bevragen over wat hun stress en spanning oplevert. Waar denk je al aan als je de aanwijzing ziet die online gepubliceerd wordt, maar ook na afloop. Ja, wat doet het met jou als bijvoorbeeld het publiek jou vertelt dat je geen goede wedstrijd hebt gefloten? Nou, al die zaken behandelen we vandaag. Want de eerste stap om weerbaarder te worden is bewustwording. Namelijk weten waardoor je beïnvloed zou kunnen worden. Het is een onderwerp wat heel veel scheidsrechters best nog wel lastig vinden. Van ja, ik kan bijvoorbeeld niet zo goed omgaan met stress of spanning. Of ik vind het eigenlijk best wel heel erg vervelend dat een coach de hele tijd tegen me roept dat ik iets niet goed heb gezien. En door dat juist bespreekbaar te maken en daar juist een thema of een belangrijk onderwerp van te maken in de opleiding. Dat zorgt ervoor dat je veel meer zelfbewustzijn creëert voor het onderwerp. En dat je op een hele andere manier naar de volgende wedstrijd toe gaat. Ik ben van plan om bij de eerstvolgende wedstrijd, aankomende zaterdag is dat al, om echt in het hoofd te houden de dingen die Perry heeft verteld. En om daar ook speciaal op te gaan letten als spelers bijvoorbeeld op me afkomen, rennen. Om dan een stap naar voren te doen, hand uitsteken. Zo van, jongens, let op, dit is mijn persoonlijke ruimte. Wat heel veel van jullie al doen is, jullie geven zo je afstand aan. Hartstikke prettig, want er zijn er ook nog steeds in het zo. En daar krijg ik van die politietafreden gevoelens aan. Terwijl dit doet me eigenlijk denken aan rustig aan. Relaxed. Het heeft wel degelijk dus invloed van hoe jij je opstelt tegen een speler en wat zijn reactie dan weer tegen jou is. En ik denk dat het heel nuttig is om daarover na te denken. Wat heel belangrijk om te benadrukken is dat dat niet betekent dat je nu opeens morgen meer kaarten moet gaan geven in een wedstrijd. Denk altijd na, wat is mijn plan? Kan ik nu nog zonder een kaart deze wedstrijd verder tot een goed einde brengen? Zo ja, hou hem dan op zak. Het is voornamelijk belangrijk dat je bij deze workshop leert welke andere tools je nog in je gereedschapskist hebt zitten. En met name op het gebied van communicatie kun je gewoon een hele hoop bereiken. En dat betekent ook wel eens een keer een grapje maken op een goed getimed moment. Dat betekent ook wel eens iemand wat bozer aankijken. Dat betekent ook aangeven als je iets helemaal niet leuk vindt. Daar begint het. Dus het begint echt met communicatie. En dat wil ik echt benadrukken, is heel belangrijk als het gaat om omgaan met weerstanden in en om het veld. En dat is wat ik deelnemers echt mee wil geven in die workshop. En dat is eigenlijk de rode draad van vanavond. Dus op het moment dat iemand tegen je begint te schreeuwen, doe dan even die truc die we net hebben gegeven. Oh, ik wil best met je in gesprek gaan, maar wel op een normale manier. En dat zit er met name in communicatie. Ik krijg heel vaak communicatie, krijg je dan. Dat kreeg ik terug in het begin van mijn scheidsrechtscarrière. Over hoe ik dingen zei, hoe ik dingen bracht, wanneer ik dingen zei. Wat mijn uitstraling daarbij was, dat ik veel te streng was bijvoorbeeld. Dus ook op controle krijg je dingetjes terug. Maar ook daar, dat sluit me aan bij wat jij net zegt, je moet je dus kwetsbaar opstellen. Durf na afloop echt te vragen, wat vond je vandaag van de arbitrage? Maar weet dan wel dat je dus ook moet kunnen incasseren, hè? Want het kan ook zomaar zijn dat je dan iets te horen krijgt wat je misschien liever niet wil horen. Maar dat maakt je echt sterker. Communicatie met spelers vind ik vooral belangrijk dat ik oogcontact maak met de spelers. Zodat spelers weten dat ik ook naar ze luister. En op het moment dat ze mij vragen van wil je overleggen met je collega. Dat ik ze dan niet ga zeggen van nee, ik weet dat ik het goed heb gezien. Maar dat ik reageer van jongens, wat heb je gezien? Ik zou best wel even willen overleggen. Maar dat ze mij dan eerst even uitleggen van wat de situatie is die ze denken te hebben gezien. Shake hands, een babbeltje vooraf, een babbeltje na afloop, wat drinken. Dat bevordert allemaal dat contact wat je met die spelers hebt. En iemand die je net de hand hebt gegeven bij shake hands, dan ga je niet een minuut later tegen schreeuwen. Hé joh, verdomme, waar is die corner nou? Dat ga je niet doen. Dat zit niet in de mens. Want je hebt net namelijk contact of verbinding met iemand gemaakt. Dus probeer dat soort dingen echt mee te nemen. Ja, ik denk dat je daar alleen maar en beter van wordt als scheidsrechter. Maar dat het er ook leuker op wordt als mens om te fluiten. Het allerbelangrijkste vind ik gewoon het in het gesprek blijven, het respect tonen en elkaar gewoon in de ogen kijken. Dat beide partijen plezier houden in het hockey. Dus dat jij daar met plezier staat te fluiten en dat een speler gewoon lekker met een balletje kan tikken.